We gaan even naar het leerdoel van deze les. Zoals jullie zien gebruik ik een mindmapje om de les door te gaan. En je ziet hier dat het leerdoel van deze les is eigenlijk om te beginnen met het concept uit te leggen van het personal dashboard. En we gaan dan zo meteen even iets verder in op het verschil tussen tijdbenutting en tijdmanagement en de Eisenhower matrix.